De verdiensten van de wet grondconversie zullen ingezet worden voor het sociaal programma. Dit bevestigde president Chandrika Prasad Santokhi tegen de STVS-redactie. Er is tot nu toe al 70 miljoen Surinaamse dollar binnengehaald sinds de inwerkingtreding van deze wet. De regering streeft naar het verdubbelen van deze inkomsten, benadrukte de president. Alle gelden uit grondconversie die zullen bestemd worden voor het sociaal programma. Dat in ieder geval de sociaal zwakkeren daarmee gefinancierd kan worden, het programma daarmee gefinancierd kan worden. En voor einde van dit jaar is de opdrachtgever willen 150 miljoen hebben, zodat we hiermee ons sociaal programma kunnen financieren. Maar tegelijkertijd gaat het niet alleen om een financieel gewin, geven we de burgers zekerheid. De evaluatie van de wet grondconversie, die sinds oktober 2023 van kracht is, zal moeten komen. Dit om beter invulling te geven hieraan. Er zijn genoeg verdiensten binnengehaald die nu voordeel opleveren voor de verdere uitvoering van het regeringsbeleid. President Santokhi geeft aan dat er met het uitvoeren van deze wet ook invulling wordt gegeven aan de eisen gesteld in het IMF-programma. We gaan het evalueren in de maand oktober en daar waar aanpassingen zullen moeten komen. In het staatsbesluit conversie zullen we die aanpassingen doorvoeren. IMF had het genoemd in het herstelprogramma, maar ook onze verkiezingsbelofte. Dit hadden we beloofd en dat doen wij.